Hey Siri, wat is mijn saldo? Hier is je bankierenaccount. Saldo €36,75. Koninklijke Visio podcast. Nou, hopelijk komt er wat meer geld op mijn rekening binnenkort. Goedendag, ik ben Stefan Rijssen, digitale vaardigheidstrainer bij Koninklijke Visio. En welkom bij de podcast die gaat over de ING Bankier-app en zijn toegankelijkheid. In deze podcast zul je een aantal zaken horen. En deze handelingen zijn allemaal gedaan met een iPhone in combinatie met voice-over. Veelal van deze zaken zijn hetzelfde op een Android-toestel met TalkBack. In dit geval gebruiken wij een iPhone. In deze podcast zal ik laten horen hoe je makkelijk door de app loopt, hoe je kunt inloggen op verschillende manieren en hoe je bijvoorbeeld eenvoudig wat geld kunt overmaken naar of van je spaarrekening naar je betaalrekening. Daarnaast laat ik heel kort even zien hoe je Apple Pay activeert en zal ik het nog heel kort hebben over de veiligheid van betaalapps. Nou, dan gaan we nu inloggen op de ING rekening. Ik open de ING-app en ga op dit moment op deze telefoon inloggen met mijn vingerafdruk. Attentie, Dutch ID voor bankieren. Dutch ID voor bankieren. Inloggen op de ING Bankieren-app. Mobiel netwerk, 3 van 4. MWT. Kan ik dus heel eenvoudig met mijn vingerafdruk of met mijn gezicht inloggen in de bank. Zonder dat ik iedere keer een code hoef in te typen. Op het moment dat ik in de bank ben, komt er eigenlijk een soort lijstje in beeld van boven naar beneden. Met al mijn rekeningen. Betaalrekeningen, spaarrekeningen, creditcardrekeningen, beleggingsrekeningen. Afhankelijk van wat je allemaal hebt, komt hier allemaal in beeld. En dan kan ik eenvoudig met een V-beweging naar rechts of links doorheen vegen. Wijs overzicht, QR-scanner, instellingen, knop, betaalrekeningen, koptekst. En onder de betaalrekening staan dan bijvoorbeeld een betaalrekening. Als ik daarop dubbeltik op de betaalrekening. HRSGN. Overschrijven. Dan kom ik eigenlijk in mijn overzicht van mijn bij- en afschrijvingen. En hier kan ik dus ook weer met een veegbeweging eenvoudig naar rechts en links doorheen vegen. Meest recente afschrijving of bijschrijving staat bovenaan. En hoe verder ik doorveeg, hoe meer ik in het verleden ga. Betaal 10 mei, koptekst, 10 mei 2020, kostenbetaalpak. Het, Urmin 4,35. 10 mei 2020, kostenbetaalpakket, Urmin 4,35. Knop. Dat zijn bijvoorbeeld de standaardkosten van de ING die maandelijks worden afgeschreven. En zo kan ik doorgaan en bij iedere afschrijving hoor ik een datum. 9 mei, 9 mei, 8 mei, koptekst. 8 mei 2020, bol.com, BV. Urmin 52,33. En daar heb ik iets bij bol.com besteld. Wat ik ook met de ING Bankieren app heb betaald. Nou, daar komt waarschijnlijk een volgende podcast nog wel op terug. Hoe kan ik iets makkelijk online bestellen bij een webwinkel zoals bol.com. Met iDeal en mijn Bankieren app. Op het moment dat ik geld wil overmaken van en naar mijn spaarrekening. Ga ik terug naar het overzicht. Ga ik linksbovenin. Overzicht. Terugknop. Overzicht. Wijzig je. En ik ga naar de spaarrekening. 5 MW spaarrekeningen, koptekst. En op het moment dat ik op de spaarrekening sta. Spaardoel comfort spaar. Spaardoel kom. Kan ik hier naar de optie. Ik heb gedubbeltikt op de spaarrekening. En vervolgens veeg ik naar rechts een aantal maal tot ik bij. Inleggen, knop. Inleggen of. Opnemen, knop. Opnemen ben. En op het moment dat ik wil inleggen. Inleggen, knop. Kan ik dubbeltikken. En dan krijg ik de mogelijkheid een minuutje. Waar ik een geldbedrag kan invullen en waar ik uiteindelijk op accepteren kan klikken, zodat een bepaald bedrag van mijn betaalrekening naar mijn spaarrekening wordt overgemaakt. En andersom ook. Opnemen, knop. Ik kan geldbedrag opnemen. Opnemen. Annuleer, knop. Opnemen, koptek. Spaardoel comfort, bedrag. En bij bedrag dubbeltik ik. Bedrag. En vervolgens typ ik even het, 1 euro. 1. 1. Zorg ervoor dat als jij iets hebt getypt, of dat nou een cijfer of een naam of iets anders is, ligt eraan in welk tekstveldje staat, dat je altijd rechtsboven het toetsenbord even op de knop
In gereed knop. Gereed drukt, want anders heb je vaak dat voice-over niet bij de knoppen die daaronder liggen kan komen. Dit is een onhebbelijkheid in eigenlijk alles wat met de iPhone tegenwoordig is, met iOS 13. Is dat je altijd het toetsenbord even moet weghalen door op gereed te drukken. Gereed. Verstuur. Heb je dat, heb je bijvoorbeeld een normaal toetsenbordje voor je neus, een QWERTY toetsenbord, dan zit het boven de letter O en P, zit een knopje gereed op het scherm. En daar kan ik op dubbel tikken, zodat het toetsenbord weer eigenlijk wegklapt. Nou, op het moment dat ik deze 1 euro wil overmaken. Inplannen, knop, verstuur, knop. Zou het kunnen inplannen en dan eenmalig of maandelijks kunnen inplannen. En als ik het verstuur, dan doe ik het eenmalig. Als ik nou dubbeltik, dan vraagt hij weer om mijn toegangscode van mijn bankier-app. Of weer om mijn Touch ID of Face ID. En op het moment dat dat gebeurd is, dan staat de 1 euro op mijn spaarrekening. Dit is hoe het sparen in een notendop werkt op de ING Bankieren-app. En nu gaan we een leuke extra optie bespreken voor Apple-apparaten, iPhone en Apple Watch. Die ING heeft toegevoegd sinds kort. En dat is namelijk de optie voor Apple Pay. Het volgende item is dus Apple Pay met de ING Bankieren app. Even kort uitleggen wat Apple Pay eigenlijk is. Apple Pay is een extra mogelijkheid om je betalingen te doen. Dat kan fysiek bij een pinautomaatje in de winkel. Of bijvoorbeeld bij de McDonald's of iets anders. Of het kan online als een website Apple Pay ondersteunt. Bijvoorbeeld de dienst thuisbezorg.nl ondersteunt Apple Pay. Waardoor ik niet iedere keer als ik iets wil bestellen gelijk met mijn ING Bankieren app hoef in te loggen. En dan vervolgens iets hoeft te bevestigen en dan mijn code of mijn vingerafdruk of mijn gezicht nog te laten herkennen. Maar met Apple Pay druk ik dood eenvoudig 2 maal op de zijknop van mijn telefoon of bij Apple Watch. En of krijg ik de mogelijkheid om Apple Pay te valideren, oftewel dat ik de betaling heb afgerond. Dus het is een snellere manier om iets te kunnen betalen. Ook handig als je je pinpas bent vergeten, dan kun je dus met je telefoon nog steeds dingen betalen. Nou, hoe stel ik het in? Op het moment dat ik in die ING Bankieren app zit, veeg ik naar rechts tot ik bij instellingen ben. En de instellingen staat rechtsboven in het scherm. Overzicht, QR-scanner, instellingen, knop. Ik dubbeltik. Sluiten, knop. En vervolgens veeg ik een aantal maal naar rechts tot ik Apple Pay hoor. Uitlog, persoonlijk 1, adresboek. Dit kan de app. App instellingen, Apple Pay. Apple Pay, op het moment dat ik daar een dubbeltik, krijg ik de mogelijkheid om een rekening te selecteren. Annuleer, Apple Pay, knop. Kies je rekening. Dit is de rekening, geselecteerd. Zet in Apple Wallet. Bij geselecteerd hoorde je mijn rekeningnummer. Nou, dat laat ik even niet horen. Vanwege de AVG, de privacy. Maar goed, daar staat je rekening dus. Kun je zelf controleren of het IBAN-nummer en de naam klopt. En op het moment dat de knop onder... Zet in Apple Wallet. Knop. Zet in Apple Wallet. En ik daarop dubbeltikken, zet hij deze rekening of dit, deze betaalwijze in Apple Wallet. En kan ik dus met Apple Pay met deze rekening een betaling voltooien. Dit is eigenlijk een redelijk eenvoudige manier om inderdaad je pinpas te vervangen. Of inderdaad op het moment dat jij online iets wil bestellen en Apple Pay wordt ondersteund. Om dan de betaling te voltooien. Ik zou zeggen, kijk wat Apple Pay voor jou kan betekenen en of je dit iets is wat je zou willen activeren voor jezelf en willen gebruiken. Het laatste stukje van deze podcast gaat over de veiligheid van de bankieren-apps in het algemeen. Op smartphone, tablets, in vergelijking met de veiligheid op een personal computer, een PC of een Mac. Vind je dit dus interessant? Blijf dan vooral luisteren. De veiligheid van internetbankieren, van internetbankieren apps in vergelijking met de webbrowser die je gebruikt op een PC of een Mac. Nou, de veiligheid voor alle apparaten gelden eigenlijk de eerste 3 tips die ik nu geef. Zorg dat die 3 tips, dat je die naleeft en dan is internetbankieren in het algemeen sowieso een stuk veiliger. Tip 1 is, hou je systeem up-to-date. Dat wil zeggen, op het moment dat je alle updates uitvoert die een bedrijf van je vraagt, dus Microsoft, Apple of Google, als die een update heeft voor het systeem, voer deze uit. En daarnaast voer de updates uit die de bank ook van je vraagt. Dus gebruik jij een app van de bank,
zorg ervan voor dat deze op het moment dat er een update is of automatisch wordt geüpdate. Of dat jij in ieder geval regelmatig controleert of er een update is. Nou, dat is tip 1. Tip 2 is, zorg dat je op een veilig netwerk internet bankiert. Een veilig netwerk wil zeggen, je eigen thuis wifi netwerk, die is als het goed is beveiligd. Die wordt ook waarschijnlijk door de internet provider aan hun kant beveiligd. Op het moment dat jij daar op internet bankiert, heb je in ieder geval een veilige verbinding. Ben je buitenshuis en wil je gaan internet bankieren of wil je even controleren wat er op je rekening staat, zorg er dan altijd voor dat je niet op het wifi netwerk, het openbare wifi netwerk zit van de plek waar je op dat moment bent. Kijk, je eigen werk of een organisatie waar je altijd sport, daar kun je vanuit gaan dat het een redelijk veilig netwerk is. Maar ben je een keer in een restaurantje of bij de McDonald's of in een bibliotheek waar een openbaar onbeveiligd netwerk is en je gaat daarop zitten internet bankieren, dan heb je kans dat er andere mensen kunnen meekijken op de digitale manier. Omdat ze ook op dat netwerk zitten, waardoor ze dus eventueel jouw gegevens kunnen kapen. Dus zorg er altijd voor dat je buitenshuis gebruik maakt van of een veilig wifi netwerk of desnoods je mobiele data. Dan zet je wifi maar even uit. Dan is dat een stuk veiliger. De derde tip die ik kan geven om in het algemeen veiliger te internetten is, zorg dat je geen vreemde dingen doet met het apparaat naast het internetbankieren. En zorg dat je geen vreemde e-mails opent. Ook al lijken het e-mailtjes van je bank te zijn, een bank communiceert zelden tot nooit via de digitale weg met je. Enkel en alleen om reclame te sturen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van wij als bank hebben een nieuwe dienst. Klik hier eens op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Dat zijn gewoon reclame e-mailtjes. Nou, die zijn veilig in principe. Op het moment dat er een e-mailtje van je bank of een WhatsApp of een sms van je bank binnenkomt. Met termen zoals uw account verloopt, u bent onveilig, uw pas verloopt, klik nu hier om. Dat zijn berichten die je gelijk beter weg kunt gooien. Dit zijn phishing berichten. Eigenlijk als doel om je gegevens te kapen, zodat ze je bankrekening kunnen kapen en kunnen leegtrekken. Wat zeker niet de bedoeling is natuurlijk. Je hebt hard gewerkt voor je geld, of je doet in ieder geval flink je best voor je geld. Dus dat wil je behouden. Nou, dat zijn de drie tips die ik in het algemeen kan geven. Nou, dan nu specifiek, wat is er veiliger? Een mobiele app van je bank of via de webbrowser? Nou, als je die eerste drie tips die ik net gaf volgde, zijn ze in principe allebei even veilig. Toch is een mobiele app, dus op een telefoon of tablet, veiliger. Dit heeft ermee te maken dat de app altijd een veilige verbinding gebruikt. En deze omzeilt eigenlijk een webbrowser. Dus deze maakt direct een verbinding met de bank. En dat is een veiligere verbinding dan dat je het via een webbrowser doet. Webbrowser zoals Google Chrome of Edge. Zijn altijd kwetsbaar voor kwaadwillende cookies, malware of iets anders. Op het moment dat je die toch, als je heel goed oplet, toch per ongeluk hebt binnengehaald of die zijn toch op je systeem beland, dan heb je kans dat criminelen dus kunnen meekijken met je internetgedrag. En op een gegeven moment dus ook kunnen zien wat voor gebruikersnamen en wachtwoorden je hebt bij je bank om daarin te komen. Waardoor het dus onveiliger is om via die weg te bankieren. Let goed op, dat wil niet zeggen dat via een webbrowser bankieren onveilig is. Maar als men de vraag stelt, wat is veiliger via een mobiele app, via een tablet of telefoon of via een computer, dan is het via een computer minder veilig internet bankieren dan via een mobiel apparaat. En dat zijn eigenlijk de tips en de weetjes die ik in deze podcast je wilde vertellen over de veiligheid van internetbankieren. Nou, kijk wat je kunt gaan doen. Ga eens even ermee spelen. Op het moment dat het nog niet is geïnstalleerd, kijk via de App Store of de Play Store of je het kunt installeren op je apparaat. Kijk de procedure hoe je zo'n app moet activeren bij je bank. En loop er maar eens doorheen. Loop er maar eens doorheen met je schermlezer en luister maar eens wat je allemaal tegenkomt. Het zal de manier hoe je internetbankieren een stuk vereenvoudigen en het een stuk prettiger maken om je bankzaken in ieder geval daar een overzicht van te kunnen behouden.
Nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast, dat je er wat van geleerd hebt en dat je het leuk vond om naar te luisteren. In een van de volgende podcasts ga ik wat dieper in over hoe je online via webwinkels iets kunt bestellen en dan kunt betalen met de bankieren apps. Dus hou je podcastkanalen of het kennisportaal van Koninklijke Visio in de gaten. En ik wens jullie een prettige dag. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.